Ik had echt niet gedacht ooit uitgenodigd te worden om een verhaal over zwervers te houden. Tenminste niet omdat mijn familie in de loop der decennia tientallen malen tegen mij gezegd heeft, je lijkt wel een zwerver. Kijk, heb ik wel aanleg voor zwerven, maar ik ben te veel op mijn gemak gesteld om dat ooit experimenteel te hebben uitgevoerd. Maar ja, qua kleding ben ik deels wel jaloers op zwervers. En dat geldt ook voor de plastic tasjes die ze met zich meedragen en zo. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar nogmaals, het hele idee dat ik onder de struik in het Wilhelminapark zou moeten slapen, dat trekt mij toch niet bijzonder aan. En wat ik mij bovenal heb afgevraagd is, hoe komt het eigenlijk dat in Nederland, wat in 1950 een vrij armetierig land was, en tegenwoordig, zoals u weet, een van de rijkste landen van de Europese Unie, namelijk het één na rijkste land van de Europese Unie, alleen Luxemburg is rijker dan wij zijn. Ja, hoe komt het dat in een land wat in de afgelopen 60 jaar, tussen 1950 en zeg maar 2010, eigenlijk ongekend welvarend is geworden, veel welvarender dan wij in 1950 dachten. De meeste Nederlanders nu kunnen zich ook totaal niet voorstellen wat een amateurige boel het eigenlijk was, dat Nederland van 1950. Hoezeer de welvaart nog ver te zoeken was, nou, behalve misschien voor de absolute maatschappelijke top, maar voor het overgrote deel van de bevolking was het armoede, vaak fatsoenlijke armoede zoals dat toen heette, maar desalniettemin. Het was arm. En nu is het wonderlijke feit dat toen in 1950 zullen er wel ergens in Nederland zwervers of daklozen zijn geweest, maar ik heb ze nooit gezien. En naarmate wij rijker werden, zag ik steeds meer zwervers en daklozen eigenlijk. Ja, een heel welvarend land en dan nemen we toch het aantal daar thuis en daklozen, dat neemt toe. Dat is toch raar. En ik moet dat een beetje benaderen vanuit autobiografisch perspectief. Jij ziet dus dat ik zelf ervaring heb met het thuis- of dakloze zijn. Ja, u weet dat er nogal wat dronken mannen nog wel eens thuiskomen dan met een sleutel die meer het sleutelgat kunnen vinden in de winter. En dan gaan ze vast liggen pitten voor de voordeur. Niet wetend dat als het 10 graden vriest dat je dat niet overleeft. Dus wel schijnt het een hele zachte, mooie dood te zijn. Maar goed, voor de echtgenoten moet die dan soms de deur open doen. En daar is haar man bereikt en wel. Dat moet wel een genade zijn. Dat hoort dat lezen er nooit bij. Ja, ik ben opgegroeid in Wageningen. Dat is een betrekkelijk klein, vrij welvarend plaatsje. Eigenlijk toen ook al wel een beetje in 1950. En ik moet u bekennen dat ik in Wageningen tot op de dag van vandaag, overigens kom ik niet vaak meer, maar tot op de dag van vandaag heb ik in Wageningen nog nooit een dak- of thuisloos gezien. Als ze er zijn, houden zij zich op een ongekende wijze schuil. Dat kan haast niet anders. Wij gingen met mijn ouders naar Parijs in 1953. Ik was 10 jaar oud. En ik moet u zeggen, dat is ja wat een gevoelige geest ik toen ook al had eigenlijk. Dat ik vond het binnenspoor in Parijs al niet zo'n verschrikkelijk groot genoegen eigenlijk. Ik zag er enorm. U heeft geen idee, laat ik het nog maar eens even inpeperen, dat hoe armoedig Parijs in 1953 was. Daar heeft u echt geen idee van. Als u denkt dat dat hele, dit waar binnen de periferiek, dat is één grote proletenbende tegenwoordig. Maar dat is misschien een beetje krure formulering, maar oké, het ziet er rijk uit en er zijn veel minder dak- en thuisloos, althans zichtbaar in Parijs dan in 1953. Want onder alle Seinebruggen lagen dak- en thuislozen, keurig op een rij, de zogenaamde clochards. Het is een woord wat volgens mij nu niet meer voorkomt, maar dat waren de clochards. En ik was als 10-jarige uit Wageningen, waar ik dus nog nooit van mijn hele leven had ik een dak- of thuisloze gezien. En hier lagen ze in lange, lange rijen. Ik begreep zelfs dat het status gaf als je onder bepaalde bruggen lag. Dat, als je daar kon liggen, dan was je een dakloze die het gemaakt had. Ik weet dat dat allemaal totaal verdwenen is. Er kan geen mens meer onder die bruggen liggen, want langs die Seinekades, daar razen nu de auto's, niet waar. En waar de dak- en thuislozen zijn gebleven, zou ik eigenlijk niet precies weten. Ze zullen er wel zijn,
waar waarschijnlijk buiten de periferiek gejaagd leven gaan. Maar dat weet ik ook niet zeker. Ik vermoed ook andere wereldsteden die eigenlijk een vrij opgeruimd centrum hebben, neem een stad als Wenen, dat dat ook eigenlijk buiten het toeristische centrum zijn bedak en thuis wordt. En dat is misschien wel sympathiek voor Nederland, dat zie je ook binnen het toeristische deel van de stad, zie je ook dak en thuis wordt. En toen ging ik voor het eerst van mijn leven naar de Verenigde Staten, in 1974. En ik was sowieso enorm geschokt door de volstrekte armoedigheid van grote delen van de Verenigde Staten, die voor mijn gevoel, ja, het gekke is, ik wist het wel eens een beetje, maar dat het zo erg was, dat had ik helemaal niet gedacht. Een taxi rit alleen aan van Kennedy Airport naar Manhattan, en dat ik dan in ingestorte fabrieken en verlaten terreinen, één grote zooi was het, ik bedoel, het was toen in de publieke ruimte in de Verenigde Staten net zo slordig als het nu in Nederland is. Ja, dat is ook interessant. Is daar beter geworden, bij ons is het slechter geworden. Is dat ook niet een frappante ontwikkeling? De Mall in Washington was in de vorige jaren 70, nou, dat leek wel een afbraak. Zo erg was het eigenlijk. En nu ziet het er keurig uit. Toen dacht ik, ook zo interessant, ik dacht, kijk, Nederland, dat is een superieur land. En bij ons is het in de publieke ruimte pikschoon. Je kunt van de vloer wreken in Utrecht. Ik zou het nu niet meer doen. In Den Haag ook niet. Nee, dat je tyfus krijgt, of cholera, of ik weet niet wat je krijgt, maar je krijgt iets verschrikkelijks. Daar ben ik vast van overtuigd. Maar dat was niet zo. Dat is volkomen nieuw, dames en heren. Die viezigheid. Overal, in de parken, op de straten. Het feit dat we ook weer met het stijgen van de welvaart eigenlijk in de publieke ruimte een soort Calcutta zijn geworden. Ja, dat is raar. Dat is heel erg raar. En dat er in Nederland stations zijn die slordiger zijn dan de voorsteden in Mumbai. Niet dat ik er ooit geweest ben, maar ja, ik leer dat zo van de televisie natuurlijk. En dat is gek, dat is toch een hele wonderlijke zaak. Dan zie je dat met het stijgen van de welvaart eigenlijk de publieke ruimte minder interessant lijkt te worden. Ja, dus dat was Amerika uit het taxiraam. Maar wat voor mij nog veel gekker was, waren de dak- en thuislopen. Toen in New York geloof ik 30.000, dat kon je gewoon in de krant lezen, het was ook werd wel als een probleem gezien. En toen, net toen ik er was, werden er speciale kartonnen huisjes uitgereikt. Die had een firma ontwikkeld en die zaten in een soort IKEA-achtig pakket en dat kon je dan uitvouwen. En dan had je alle aardigste huisjes voor, dus de dak- en thuisloos, ik kreeg een kartonnen huisje en was daardoor niet meer dak- of thuisloos. Zei dat hij een verplaatsbaar kartonnen huisje had gekregen. Ik weet niet hoe je dan nog van thuisloos spreekt, dat weet ik niet. Hè. Dat je zei, je kunt mij vinden op de hoek van daar en daar, maar of ik er zal blijven staan, is de vraag. Maar er werd op enorme schaal gebedeld. En er werd in Amerika gebedeld door mensen die er voor mijn begrippen keurig uitzagen. Dat je denkt, van waar is dat nou goed voor? Ja, die werd daar weg. Op alle campussen werd gebedeld. Door, ja, dat dan studenten, ik dacht, je bent toch zo verbouwereerd dat je niet zegt, ja zeg, u ziet er feitelijk net eruit dan ik, en dan zou ik zou een dollar moeten geven, wat is dat voor ons? Als u mij nou een dollar zou geven, dan kan ik een echte pas kopen. Dat idee daar. En ook toen dacht, dit speelt zich allemaal af in de vroege jaren 70. Ook toen dacht ik van, daar kun je dan zien wat een fantastisch, fatsoenlijk land Nederland is. Ik had nog nooit, iemand in Nederland, ik was toen dus 31 om precies te zijn, ik was ben 31 jaar oud geworden, niemand in Nederland had ooit tot mijn 31ste aan mij gevraagd, heeft u voor mij misschien een kwartje, heel erg weinig, een gulden, weet ik veel, een enigszins aansprekend bedrag. En want dat ja, heeft natuurlijk geen, ik weet niet, de meeste mensen zullen waarschijnlijk geen dak- en thuislozen zijn, maar ik geef altijd wel wat, want ik ben een beetje een sukker, maar
Vaak kijken ze dan in je portemonnee en dan geef je ze 2 euro, wat toch in mijn beeld nog steeds 4,40 is. En dan zegt hij, ja, maar u heeft veel meer in uw portemonnee zitten. Ja, dat is inderdaad zo, maar dat ga ik u niet geven. Hè. Nou, een hele vervelende, agressieve conversatie van, dat je tegen schande is dat je al die briefjes van 50 niet meteen in huis gaat die behalen. Niet drukken. Ik heb nog niet bij dat ik thuis wel eens meegemaakt dat ze zeggen van nou ik heb liever geen euro of schemer maar een oude gulden. Nou, met Jort Kelder, zoals ik weet, een van de meest prominente deskundigen op financieel en valutair gebied. Laatst voorstelde dat me waar we terug moesten naar de gulden. Dan weet ik zeker wat het een volstrekt onzinnig idee is. En dat is het ook. Ja, bedelen. Overal in Amerika werd gebedeld. Op de campus in Madison, waar ik gewerkt heb maandenlang. Op de campus in San Francisco. Overal werd gebedeld. Op straat. Voor de stations, in openbare gebouwen. Het was een. Het leek me een ziekte, een soort plaag. En ik dacht. Nederland, dat is een land, daar heb ik nooit gebedeld, ik had het nooit meegemaakt. Schoon op de openbare weg. En ik had dit allemaal nog niet gedacht, dames en heren, of ik werd ongeveer 1975. En sinds die tijd, in de afgelopen 35 jaar, dit waar, is Nederland niet alleen een ongelooflijk smerig land geworden, nu veel smeriger dan grote stukken van de Verenigde Staten, maar het is ook een land geworden waar eigenlijk overal gebedeld wordt. Ik denk ook, jij hebt ook sommige mensen die briljant bedelen. Hè? Dat is die lui die in Rotterdam centraal instappen en dan meerijden naar Alexander en dan zijn richten tot de coupé en zegt, ja dames en heren, u begrijpt dat het voor mij ook bijzonder pijnlijk is om u hier om een kleine gave te vragen. Maar het kan niet anders. En nee, omdat ik een beetje de gave van het woord heb, doe ik het ook voor velen van mijn kornuiten die dat niet durven en niet kunnen. Dus het zou zeer op mij stellen, nu een beetje ruim zou kunnen nemen. En de eerste keer bij je zo verbouwen leert, dat je een beetje een ruim bedrag krijgt. En dan Alexander stappen ze weer uit en dan rijden ze weer terug. Ik heb het ook wel in Amsterdam, van Centrale Amstel zie je het ook wel. Het zijn meestal echt begaafde lui die er een hele show gaan maken en dat kan tijdelijk zeer effectief zijn. En hoe komt dat nou? Dat we worden rijker en van allerlei dingen lijken mis te gaan die eigenlijk veel beter functioneerden toen we nog arm waren dan nu we rijk geworden zijn. Wat voor maatschappelijke factoren zou dat kunnen liggen? En ik denk dat we daar ook wel weer een beetje te raden kunnen gaan bij mijn autobiografie. Misschien als ik opgegroeid was in Amsterdam, dat ik dan toch al wel voor mijn 31ste zei het zeer incidenteel dak een thuisloze zou hebben gezien. Er is kennelijk een groot verschil tussen Koevorden, waar ik denk dat het aantal dak en thuislozen zeer beperkt is. He? Ja, zelfs dak en thuislozen moeten daar wegvluchten natuurlijk. Dat is natuurlijk zo'n penibel existentieel lot dat ik erin ben gekomen. Het heeft iets te maken met grootschaligheid en kleinschaligheid. En dan zal het, naar mijn idee, iets te maken moeten hebben met homogeniteit. Ja, want als je natuurlijk naar Wageningen kijkt, ja, in Wageningen had je ook wel wat mindere buurten, dat wel, maar het was relatief een homogene gemeenschap.